terug op mijn kanaal. Vandaag ga ik de video in het Nederlands doen. Ja, het leek mij leuk om een keer een video in het Nederlands te maken. Omdat ik in Nederland woon, Nederlands ben. Maar ik film altijd in het Engels. En ik merk dat best wel veel van jullie of graag in Nederland willen wonen. Of sinds kort in Nederland wonen. En gewoon meer over Nederland en de Nederlandse taal willen weten. Dus ja, we gaan vandaag een video in het Nederlands doen. Het is vandaag zondag. Ik ga niks bijzonders doen. Ik had echt even een koffietje nodig om wakker te worden. Ik werd vanochtend wakker en ik keek hoe laat het was en het was 8:30. En ik dacht, oh, ik ging gisteravond echt heel vroeg slapen. En ik ben niet heel erg fit. Dus ik dacht, dat is raar. Maar goed, prima. We hebben koffie. En toen keek ik net op de nieuwssite app. En toen zag ik dat vannacht de zomertijd is ingegaan. Wat ik wist, maar ik was het vergeten. Dus dat verklaart. Het is nu dus een uur later. Dus vannacht is de klok van 2 naar 3 uur gegaan. De dagen worden langer. Vind ik heel fijn. Ik heb echt zin in de lente. Nijmegen is fantastisch in de zomer. Maar goed, niet het punt van deze video. Ik begin honger te krijgen. Dus ik ga mijn ontbijtje maken. Ik ga gewoon havermout maken. Net als altijd. The usual. Fun fact. Mijn allereerste video die ik ooit heb gemaakt was in het Nederlands. Ik denk misschien wel 3 of 4 jaar geleden. Toen ging ik voor mijn Erasmus naar Luik. Ja, ik dacht gewoon, een vriendin van mij ging naar Ierland. Ik ging naar Luik. En zij ging daar vloggen. En ik dacht, dan ga ik in Luik vloggen. Is gewoon leuk voor de herinneringen. Ik bedoelde daar verder niks mee. Ja, ik had het wel openbaar staan, maar ik vond het gewoon leuk om te doen. Die video's zijn nu privé, dus hoef je niet voor te zoeken. Het was gewoon meer voor mezelf dat ik dacht, dan heb ik die herinneringen ergens staan. Want natuurlijk heb je altijd foto's, maar met beelden kun je toch veel beter zien hoe je je op zo'n moment voelde. Dat is eigenlijk hoe ik mijn YouTube kanaal ben begonnen. En in die periode werd ik ook veganistisch, dus ging ik zelf steeds meer YouTubers kijken. Toen ben ik daarna, toen ik terugkwam in Nederland, weer gestopt, want ik vond het super ongemakkelijk om überhaupt te filmen. Toen ben ik heel lang gestopt en toen ik in Australië was, ben ik in het Engels gaan filmen, omdat ik dacht, je kan zoveel meer mensen bereiken als je Engels praat in een video dan Nederlands. Laat me weten of jullie dit leuk vinden en het vaker moet doen. Gisteren naar de markt geweest. En ik heb echt een hele lading met groenten en fruit hier. Hier nog een bak met groenten in de koelkast. En het was maar 10 euro. Ik ga zo de afwas doen en mijn hardloopkleren aantrekken. Er zit hier dus een park bij mijn huis en heel veel mensen laten hier een hond uit. Oh, die puppy. Ik zie zoveel hondjes de hele dag. Het is 11 uur en ik ga even een rondje hardlopen. Het heeft de hele week echt super hard gewaaid en dat vind ik echt vreselijk tijdens het hardlopen. Gewoon rennen met wind tegen. Ik heb dat ook al met fietsen. Vind ik gewoon echt niet relaxed. Dus ik hoop dat het vandaag meevalt. Het ziet er op zich wel redelijk goed uit. En ik weet ook nog niet hoe ver ik ga. Of hoe lang ik ga rennen. Want ik heb er gewoon van tevoren vaak niet super veel zin in. Meestal als ik eenmaal aan het rennen ben, dan vind ik het wel gewoon chill. En dan kijk ik wel, pak ik er vaak nog een stukje bij of zo. Maar op dit moment voel ik het nog niet zo. Dus ik ga even kijken hoe ver ik ga. Het waaide echt ziek hard. Ik zei nog van tevoren, ik hoop niet dat het waait. Nou, dat deed het. Ik heb nu echt heel erg honger. Dus ik
ga een pantosti maken. Want ik heb geen tosti-ijzer. En ik heb van mijn moeder deze vegan cheese slices. Rond een uur of twee volgens mij komt David. David is hier. David, zijn nicht. En haar vriend. Ja, wacht, daar zijn ze. Daar. Exposed. Om een studiootje te bekijken. Dus dat was gezellig. Is echt raar, Anna. Ja, I know. Ik moet er ook aan wennen. En ik heb twee kaarsen gekregen. Super lief. David en ik gaan nu naar de supermarkt. Hij vindt het heel ongemakkelijk dat ik het in het Nederlands doe. Ready to go. We gaan met de auto, want David heeft geen zin om te lopen. Shopping al. Ribbel. Krookie. Lekker. Paprika. Mosterd voor op de burger. Zijn deze vegan? Yes. Alpro een sweet and soy yoghurt. Aardappel wedges. Rozemarijn knoflook. En luxe hamburgerbroodjes. Whatever that means. Lekker. Met pitjes en zo. Was dat het? Ja. Dat was het. Nou, off we go. Yo. Dan ga ik vallen. Finally we can get the season off and running. Five lights on. It's lights out and away we go. And it's Max Verstappen against Lewis Hamilton. They both got away quite evenly. Hamilton tucks in behind the ring. There's definitely going to be a safety car, I would imagine. Yeah. For the first time this season, Paul de Rester, hello. Hello, Crofty. Just to see, Max has been... Ga even wachten. Ik was even afgeleid. Maar ik ga vast ons eten voorbereiden. We gaan burgers eten. En ik heb deze Vivera kroketburgers gevonden en gekocht. Een kroket is typisch Nederlands, toch? Ja. Een kroket. Het is eigenlijk een Nederlandse snack. Normaal gesproken rond en lang. Ik zal even een foto hier poppen. En er zit normaal gesproken rundvlees in, volgens mij. Maar Vivera, die hebben dus een kroketburger vegan. Dus die gaan we eten op een broodje. Max is tweede. Oh. Maar we hebben wel lekker eten. Ja. We hebben een burger met aardappel wedges. Dit is een kroketburger. En vegan mayonaise. En avocado en mosterd. Ja. Het is pas 7 uur nu, maar we zitten op bed. Ga even chillen. Ja, want David is sowieso moe. Ja, ik heb dus niet echt een bank of zo hier. Ik vind het altijd wat chill om lang aan de tafel te zitten, maar David iets minder. Theecafé. David en ik gaan Seaspiracy kijken op Netflix, want die is deze week volgens mij toegevoegd. Ik heb Cowspiracy ook gezien. Volgens mij moest ik daarvan huilen. Hoe groot is de kans dat ik dadelijk weer moet huilen? Zeer groot. Ik denk een goede... Nee. 90%. Oh well, we gaan dat meemaken.
Goedemorgen. Het is maandag. Het is 9:15, dus ik moet over een kwartier beginnen. Gisteravond wilde ik niet de video afsluiten, omdat we hadden Seaspiracy gekeken en zoals verwacht moest ik huilen. Dus als je nog iets op Netflix wil kijken, dan zou ik dat wel erg aanbevelen. Wel heel veel dingen die ik al wist. Niet per se heel veel nieuw en shocking, maar ja, toch ook weer wel tegelijkertijd. David heeft besloten om vegan te worden. Dus dat is wel cool. Ik ga deze vlog beëindigen. Laat me weten of jullie het leuk vonden dat ik dit in het Nederlands heb gedaan. En of jullie het vaker zo willen. Misschien is het ook wel helemaal niks. Ook goed. In ieder geval, ja. Geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in mijn volgende video.